Hoog in de lucht boven Zweden, over de huizen en over de zee, vliegen de ganzen naar Lapland. Kruimel en Niels mogen mee. Niels op de zon, vliegt op een gans naar de zon. Niels op de zon, komt in het najaar weer om. Laag in de donkere bossen, hoog in de bergen, waar het koud is en guur. Niels en de ganzen. Op een dag gebeurde er in Skåne iets heel bijzonders. Iedereen praat erover. Het kwam ook in de krant. Wat was er gebeurd? Er was een eekhoornvrouwtje gevangen. De mensen van de boerderij hadden het in een kooitje gezet en ze geloofden dat ze het daar wel naar de zin zou hebben. Maar het pakte allemaal heel anders uit dan ze hadden gedacht. Kijk eens naar mijn kruimel. Vangen! Wat doe je nou toch, Niels? Zo blijf je een beetje in beweging. Je hebt lang genoeg stilgezeten. Nee, Niels. Nou goed, vooruit dan maar. Je pisje. Laat me erdoor. Er is iets vreselijks gebeurd. Ik kan het niet uitleggen, maar ik heb vreselijke haast. Huh? Niels. Die was raak. Oh, jullie hebben toch ook nog niks geleerd? Het was maar een spelletje, Akka. Het is in maart al moeilijk genoeg om iets te eten te vinden. En deze bessen kan je eten. We zijn al dankbaar genoeg dat die paar sneeuwbessen de vorst hebben doorstaan en nog aan de takken zitten. Akka van Kepnakeizer, als die duimlord lastig is, sta ik geheel tot uw dienst. Wat zal ik met hem doen? Het beste is om je er helemaal niet mee te bemoeien. Ik wil me er niet mee bemoeien. Ik wil gewoon mijn plicht doen. Laat dat maar aan mij over. Ik moet onze duimlord iets zeggen. Ja, Akka. Ik heb het begrepen, Akka. Maar ik wil nog één keer duidelijk zeggen dat ik vanaf het begin al tegen was dat die indringer met ons mee mocht. Zeg tegen de anderen dat ze zich gereed houden. Ja, Akka. Ik geloof niet dat die koesie me erg mag. Nee. Begrijp helemaal niet hoe dat komt. Ik heb hem toch helemaal niks gedaan. Maar hij was meteen al tegen me. Hij ziet dat je domme, dwaze dingen uithaalt. Maar er is zoveel wat ik niet weet. Je leert het wel, hoor. Opstaan, Akna van Kepnakeizer wil dat we ons gereed houden. Heb je niet gehoord wat ik gezegd heb, luilak? Je moet opstaan. Waarom loop je zo tegen me te schreeuwen? Zie je niet dat ik slaap? Kalme. Opgestaan. Oh, nee. Maarten, je moet opstaan. Akka van Kepnakeizer wil dat we zo weggaan. Oh, Uxi, alles doet me pijn. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Je moet je goed uittrekken en strekken, Maarten. Dan gaat het dadelijk beter. Ach, daar geloof ik niet in. Kijk, zo doe je dat. Nou ja. Je hebt gelijk, Uxie. Ik voel me al een stuk beter. Uxie, kom eens hier en breng de witte ganzerik mee. Ja, Akka. Goed, Akka. Wat wil ze van me? Ik weet het niet. Visi, jij ook. Het spijt me, ik ben bezig. Je kan zeggen wat je wil. Alles draait op het ogenblik toch om die dikke, vetgemeste gans. Blijf hier, jij.
Mooi gelijkmatig met je vleugels slaan, Maarten. Kijk op en neer. Steeds maar op en neer. Akka van Kebnekaise, de witte blijft achter. Zeg hem dat sneller vliegen makkelijker gaat dan langzaam. De witte valt naar beneden. Zeg hem dat hij beter hoog kan vliegen dan laag. Voorzichtig, Maarten. Wat doe je? Wat doe je nou? Niels. Je moet omkeren. Je moet dadelijk omkeren. Ik denk er niet aan. Als ik omkeer, raak ik de rest kwijt. Niels, kijk eens. Nou en? Dat is een boerderij. Het leek net of ik iemand om hulp hoorde roepen. Ik roep straks om hulp als jullie niet rustig blijven zitten. Oké. Als ik achterblijf, nemen de wilde ganzen me niet mee naar Lapland. Voorzichtig, Maarten, pas op. Daar kunnen we mooi landen. Daar kunnen we mooi landen. Akka heeft een mooie plaats om te landen. Was ik al bang voor. Het is al moeilijk genoeg om boven te blijven. En dan moet ik ook nog naar beneden. Hou vast, Kamel, daar gaan we. Gelukt. Ik ben er misselijk van geworden. Ik ook. Dat is te erg voor een arm, eenvoudige tamme gans. We blijven hier tot morgen. Het is een goede plek en we zitten hier ook veilig. Maarten, Maarten, sta op. Ik kan niet meer. Arme Maarten. Heb je honger, Maarten? Kruimel? Heb je nog wat? Ik zou nog wat meer lusten. Ik weet het gewoon niet. Eekhoorns! Het was een eekhoorntje. Nou weet ik het weer. Het was een eekhoorntje. Niels, we moeten meteen wat gaan doen. We moeten terug naar die boerderij om dat beest te gaan helpen. Er werd om hulp geroepen. Ik heb het duidelijk gehoord. Maar ik wist eerst niet wat het was, maar nou weet ik het wel. Ik snap er nog steeds niks van. Er is een eekhoorntje in nood. Dat kan wel eens wezen, Kruimel, maar wat moeten wij dan doen? Ik kan me nergens laten zien. Zeur dan niet langer. Ga dan mee. Niels! Wat ga je doen, Niels Holgersson? Ik moet naar de boerderij. Daar komt helemaal niks van in, Niels. Je blijft hier. Akka van Kebnekaise wil niet hebben dat iemand zonder haar toestemming weggaat. Ze wil dat de hele troep bij elkaar blijft. En wie zich niet aan Akka's bevelen houdt, mag niet mee naar Lapland. Dat weet je best, Niels. Lapland, Lapland, Lapland. Dit praat over niks anders dan Lapland. Hoe een ander eraan toe is, kan je geen steken schelen. Je bent hardvochtig geworden, ganzerik Maarten. Schaam je? Nee, ik ben niet hardvochtig. Helemaal niet. Ik wil alleen niet hebben dat iemand, wie dan ook, ervoor zorgt dat ik niet mee kan vliegen naar Lapland. Kom mee, Niels. Ja.
Zo. Wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? Sst. We moeten zachtjes doen, anders hoort ze ons. We komen je bevrijden. Grendel klemt. Niels! Houd je vast, Niels. Zo gaat het wel, Niels. Niet loslaten, hè? Rustig aan. Dat is toch een kabouter? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Ik geloof dat ze met elkaar praten. Waar gaat hij heen? Waar wil hij toch? Kinderen, hoor toch eens. Ik heb net een kabouter gezien. Onzin, moeder. Een kabouter? Ja, hij probeerde dat eekhoorntje te bevrijden dat jullie hadden gevangen in het hazelnotenbos. Er bestaan helemaal geen kabouters. Hel, geen onzin in je hoofd, moeder. Je hebt zeker gedroomd. Grootmoeder zal onder haar brein wel in slaap zijn gevallen. Ja, zo zal het wel gegaan zijn. Kom, we gaan wat slapen. Maar als ik nou met mijn eigen ogen heb gezien, waarom geloven jullie me dan niet? Ach, moeder, u weet best dat er geen kabouters bestaan. Uitgerekend in de grote boom bij het meer. Als Akka ons ziet, laat ze ons nooit meer gaan. Akka zal wel begrijpen waarom we dit moeten doen. Hé, ook toevallig. Welke boom bedoelt ze nou? Alle bomen zijn groot. Wat was dat? Geen idee. Ik ben lekker toch niet bang. Die is al heel erg dik en groot. Misschien bedoelt ze die? Ze slapen. Het spijt me dat ik jullie wakker moet maken. Mama. Zijn jullie bang voor mij? Je hoeft hem niet bang te zijn hoor, het is Niels maar. We gaan jullie naar je moeder brengen. Mama. Ja natuurlijk, naar je mama. Dat heeft ze ons gevraagd. Onze mama. Je kunt hem best vertrouwen hoor, hij doet heus niks. Hij is mijn vriend. Nou kom maar, ik breng jullie naar je mama. Met plezier je weer te zien, Niels. Ga uit de weg, smeren. Je hebt nog wat goed te maken, Niels. Verdwijn! Blijf staan, Niels. Denk er niet aan. Harde, Niels. Harde, hij houdt je in. Schiet nou op, Niels. Snelle, vlug. Ik waarschuw je, Niels. Mama, het gaat niet goed, Niels. Geef het maar op, Niels. Nou heb je ook een mooie vel nog bedorven, Niels Holkersson. Dat vergeef ik je nooit. Je verdient de loon. Moet je me nou zien? Smeren, de mooiste vos van Skåne. Dank je wel, dank je wel. Voorzichtig. Dat
Laat ze niet vallen, hoor. Ze zijn nog zo klein. Wat duurt hij daar nou naar boven? Oh, mijn kleintjes. Mama! En dan zeggen ze dat ik het maar gedroomd heb. Wat ben ik blij dat ik jullie weer heb. Smeer! Vlug naar binnen! Naar binnen! Hier, kom maar bij mama, kinderen. Oh nee, doe ons alsjeblieft niks. Nee, niet. Dat gejammer helpt je niks. Een vos moet ook leven. Wil jij die arme riertjes wel eens met rust laten? Waarom kom je niet dichterbij? Je ziet toch hoeveel moeite ik doe. Oh, alsjeblieft, doe nou toch. Ze zijn nog zo klein. Doe nou. Als we nou niks doen, gooit hij die kooi eraf. Wees maar niet bang, kinderen. Zolang we hier binnen zitten, zijn we veilig. Hé, hey, Smirre. Kijk eens om. Hier ben ik, Smirre. Draai je maar eens om. Voor jou hoef ik niet meer bang te zijn. Hier ben ik, Smirre. Pas maar op, Duimelot. Pas jij maar op. Deze keer zal ik je krijgen. Dat dacht je maar. Pak me dan. Waar is die nou? Smeren. Smeren. Ja? Aha. Je moet maar hier komen als je me wil vangen. Ik kom in elk geval niet naar jou. Lach maar, Duimelot. Wie het laatst lacht, lacht het best. Niks. Oh, dat scheelde maar aan haar. Nou. Oh. Het helpt niet, Kruimel. We moeten een andere vragen om ons te helpen. Uit zichzelf geeft de vos zich nooit over. Ik moet wakker blijven. Niet in slaap vallen, wakker blijven. Niet in slaap. Vooruit, Kruimel. Ik? Mm-mm. Altijd moet ik. Tot straks, Niels. Voorzichtig. Ja. De hamster. Oh, neus. Hou daar mee op, Duimelot. Laat dat. Au, au, dat doet pijn. Smirre, de vos Smirre. We hebben de hele nacht in een boom gezeten. Ik heb altijd al gezegd dat we die Duimelot niet mee moesten nemen. Nou stoort hij ook nog mijn nachtrust. U moet nu beslissen, Akka van Kaptekeize. De jongen hoort bij ganzerik Maarten. Doe het dan voor hem. Wat kan ons die tamme gans schelen? Alsjeblieft. Wie mij helpen wil, moet zijn vleugel maar omhoog steken. Ja? Ik leg me neer bij de beslissing die Akka van Kaptekeize genomen heeft. Ik zou graag helpen. Nou, als het dan moet. Ik doe ook mee. Ik doe natuurlijk ook mee. Natuurlijk. Op, natuurlijk. Ja. Allemaal naar Smirre. Op naar Smirre. Vooruit. Ja, ja. We vallen in duikvlucht aan. Ja, 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 we vallen in duikvlucht aan. Pas jij maar op, Niels. Pas op. Hoger. Oh, oh, nee, Smirre, laat me los. Doe nou, au, au. Laat die jongen met rust, Smirre.
Laat die jongen met rust. Akka, ik pak je. Jij komt net van pas. Een tamme gans is precies wat ik altijd heb willen hebben. Ik pak je. Als ik die tamme gans niet kan krijgen, wil ik er tenminste een van jullie hebben. Een lekkere wilde gans is ook niet weg. Ik pak je. Ga van mijn rug af. Ik waarschuw je. Ik bijt je, hoor. Mijn vleugel is gebroken. Mijn vleugel is gebroken. Ik ben gewond. Oh. Dat komt goed uit. Waar je niet Rijntje de Vos om een doodziek gans achterna te zitten? Een zieke gans is beter dan helemaal geen gans. Ik pak je. Denk je dat het zal lukken? Zelfs lopen kan ik nog beter dan jij. Oh, dat spotten zal je nog wel vergaan. Ik pak je. Kijk, kijk, Smirre, hier ben ik. Wil je het nu al opgeven? Nee. Oh, wat ben ik er vreselijk aan toe. Met die gebroken vleugel ben ik verloren. Gewonnen! Kijk nou eens, dat trotse dier. Dat zal ik je nooit vergeven, Duimelot. Dat zal ik je op een dag betaald zetten. Maar dan moet je het wel een beetje beter aanpakken. Ja, precies. Je moet het beter aanpakken. Kijk, Kruimel, daar ligt de boerderij. Hoe het ook allemaal gebeurd is, ik laat ze in elk geval weer vrij. Zo schande zijn als we ze gevangen hielden. Boerin, die beestjes horen in het hazelnootbos thuis. Nou hoor ik toch ook als stem. Dit was de gebeurtenis waar zoveel over te doen was dat het zelfs in de krant stond. En veel mensen wilden het niet eens geloven, omdat ze er niks van begrepen. Twee dagen later gebeurde er nog iets wonderlijks. Op een ochtend kwam een troep wilde ganzen aanvliegen die neerstreek in het oostelijk deel van Skåne, niet ver van een groot landgoed. Bij de troep waren 13 ganzen van de gewone grijze kleur en 1 witte gansrik die een kleine dreumes op zijn rug droeg. Toen de wilde ganzen daar een poosje hadden gezeten, kwamen er 2 kinderen aan. En die kinderen... Maar daarover vertel ik jullie een volgende keer.